Hallo, daar zijn we weer. We gaan naar het toilet. Mijn alledaagse discussie, nou ja, beter dan een slechte. Daar komen de vampjes aan. Mijn karakter gaat naar de wc. Ja, dat is het nadeel van goedkope wedden. Ze rusten heel slecht uit. Ze krijgen met de tijd en wel een upgrade. Gaan ze niet beter geupgrade worden? Even kijken, dat kan ze denk ik nu wel even gaan doen. Ze is toch boven. Maar wat moet jij nou in de wc doen? Zit er wel met. Wat heb je niet? En die gaan we even verbeteren. Wilma heeft niveau 6 nodig. Oh, shoot. Nou, beginnen maar met de wc. Verbeteren. De waterrecycler. Nee, niet gebruiken. Niet gebruiken. Wat is er? Oh, ga je gebeten worden? Ze wil alleen maar praten, kom op. Ja. Oh, wacht even. Is het soms dat die wc verkeerd staat? Dat zou kunnen, want Sims hebben veel ruimte nodig, ondanks dat ze zo slank zijn. Dus we gaan even een kleine renovatie houden. Dan pakken we deze muur. Die slepen we een klein stukje naar buiten. Is dat mogelijk? Nee. Oeh, dat is naar. Dat dus zit met de trap. Dat kan ook niet. Dit pad wordt dan ook te smal. Oh, dit is vuur. En als ik dus hier niet zit. Nee, draai nou even. Nee. Ik kan hier niet met uit. Even denken, laten we even slim nadenken. Als we deze deur nou weghalen, dan kunnen ze er gelijk via de slaapkamer. En dan maken we de deur elders. Via de slaapkamer. Laat me even denken. Als we deze nou even. We kunnen het altijd ongedaan maken, dus het maakt niet uit. Zo. En dan wil ik graag even wat visueel. Dan moeten we deze weghalen. Nee, niet alle twee. Man. Zo. Hé, hey, mijn wc is weg. Eetje. Nee, één lijn. Één lijn. Daar kan ik. Waarom kun je niet een strookje doen? Dat is geen poren. Ja, maakt niet uit. We kunnen nu in ieder geval de wc plaatsen. En een deur. Laten we met de deur beginnen. Dan doen we de deur aan deze kant. Want dan kunnen we de wc aan de andere kant. Dan moet ik alleen hier nog even een muurtje trekken. Maar eerst even naar wc. Dat was al een douche, hè? Ja. Daarom heb ik Move Objects even uitstaan, want anders ga ik hem wel daar niet kunnen zitten. Even kijken. Dan hebben we een muurtje nodig. Oh, dat gaat hij niet uitzien. Dat gaat er niet uitzien.
Oh, we hebben nou veel meer ruimte. We kunnen zelfs een badplaats als we zouden willen. Maar dat doen we niet. Nu. Geen bad. Zo. Chop. Vertel maar. Kan je het nu wel? En anders zal ik even offline zootje. Ja, dat film ik er niet, maar dan zet ik een hele rij toilets neer. En dan zal ik er alleen maar upgraden. Dat je level 6 is. En dan compost sorteren. Superieure doorspoelfunctie. Ga weg, toilet is niet beschikbaar. Ik moet eigenlijk een bordje hebben met onderhoud, niet storen. Nou, terwijl ze daarmee bezig is. Ze moet eten. Het probleem is, als je zegt stop, dan moet je alles stoppen. En zeggen, ga eten. We doen het wel als je je eigen beter voelt. Dat lijkt me beter, want je hebt slaap in je pompen, dus... Het zijn toch dezelfde bedden? Hé, ze zijn alle twee in gebruik, wauw! Nou, dat kan je al stellen, dat zijn geen vampieren. Nee, dat is de werkonde. Een fel bedje, jeetje mina. Doe het echt terugdenken aan mijn campingtijd. Oh, we hebben weer een reparatie, meid. Dat ding mag ook maar kapot gewoon. En die kan je niet eens upgraden nog, denk ik. Ja, ga maar eerst de feiten. Macaroni met kaas. Voorhoerij. Nee, maar kan niet met kaas. Yeah. Ja, Icy. Wacht even. Nee, doe dit nou niet, meid. Het is water naar de zee dragen. Het wordt zo gerepen dinges. Ja, ga jij ook nog even zeuren dat het lekt? Handjes uit de mouwen. Even repareren. Nee, de een stopt en de ander neemt het over. Ja, wil je dat even repen dinges, want die dames die lopen te zeiken. Dat er water op de vloer ligt, wat ze gaan aan het dweilen, wat totaal nodeloos is. Want kijk, er ligt alweer een plas. Laten we zeggen, hun hersenhelften zijn nog niet helemaal, ze hebben honger. Dat zal het zijn. Al hebben ze geen honger, doen ze dat ook maar. Ik hoop eigenlijk dat er een bedje vrij is. Maar die hoop is ver van verre. Nou, die ene lag alleen op bed, dus. Dan gaan we slapen. Dat is veel beter. Dat je even goed uitrust. Dan kun je morgen even aan de bak. Oh, we zitten pas op 5 minuten heen. Oh. 7 minuten eigenlijk, maar we 7 minuten te laat aanzetten.
kijk hoe slecht dat het gaat, zeg. Hey. Oh. Normaal werd dat al in groen gezeten. Zo mooi hoe je die mist hier ook ziet bewegen. Ongelooflijk hoe lang dit duurt, zeg ik niet meer. Wauw. Hé, hey, wie is er nou tuinieren? Nou, saai. Wat heb ze geplukt? Sinds ze niet... Oké, weet je die sinds plukken helemaal niet? Oh, nee, ze pakken de tuin onderhouden. Oh. Ik wou wel zeggen. Oké. Okay. Ik wou wel zeggen, een sim plukt nooit uit hun eigen. Nooit! Net even als dat ze zouden repareren uit hun eigen. Nooit! Je gaat je handen wassen. En meteen even je tanden gaat poetsen. Joveltje. Heb je tenminste een blauwskje dat je erbij. Tja. Twee blauwe skills. Oeh. Eén is voor de mond en de andere over de mooie hoe het mooie eruit ziet. Oh, je krijgt weer aanspraak. Een vriendelijk gesprek. Aartsvijand. Het gaat ook weer slapen. Wat is je? Ik ga je naam veranderen in schone en je achternaam slaapster. Het is zo eigenwijs, als ze nou onder de dekels gaat en slaapt ze, dan rust ze meer uit als dat ze boven op bed ligt. Maar goed, ik bemoei me er niet mee. Jij bent geel, dus dat betekent dat je honger hebt, dus ga eten en ga geen boek lezen. Wat is er, wat is er, wat is er, wat is er? Oh. Hebben we er weer twee honger? Jij hebt nog steeds niet gebeten, hè, Dom? Nee. Je was eerst van de vluggen. Nou, niet meer. Wat is er met je aan de hand? Daar zit iemand die je kan bijten. Mij kan je bijten. Oh nee, mij kan je niet bijten, want ik ben geweten. Ja. Nou, die andere keer bijten. Die nou ze weer legt te slapen. Die kan je beter bijten, want dan heeft ze een reden om te slapen. Ze zit weer naar die Zoom-film, die horrorfilm op te kijken. Ja, sinds dat ik je nieuwe heb, pick-up, eco-leven.
Als je Sims naar de wc gaat, moet je echt mee met ze, want ze kunnen spontaan in de fik vliegen als ze doortrekken. Ik weet dan niet hoeveel Sims verloren door verbranding omdat ze op de wc zaten. En dan denk ik, nou, ze eten niet heet, dus dat zal het niet geweest zijn. Misschien omdat ze geüpgraded hebben, maar het gebeurt ook met wc's die niet geüpgraded zijn. Deze wc's doen het denk ik niet, hoop ik. Wat was er laatst eigenlijk? Hadden we brand? Oh nee, was met koken, dacht ik. Met koken. Terwijl ik die erdoor heb geïnstalleerd, dat er geen brand meer uit kon breken. Maar die is waarschijnlijk niet meer geüpdatet, snap je? Want even serieus, hoe vaak er brand uitbreekt in een Sims-huis, vergeleken met hier, dat is bizar. Dat is echt bizar. En dat zeg ik, als je Sim op het toilet zit, vliegen ze in de fik. Kom op nou, dat moet een bug zijn, dat kan niet anders. De eerste keer dat ik het zag, vond ik het nog wel geinig. Ik denk, nou ja, misschien wat gebeurt, hij het gegeten heeft. Voor de lol dat ze er een bolletje van hebben gemaakt, dat kan ik wel appreciëren, maar... Bij welke gameplay ik speelde van het nieuwe deel ook, ze vlogen altijd wel in de fik. Maar het staat zelfs op video. Ik word deze dag op die geüpload. Ja, het is volgens mij alleen de Engelse versie dat ik het heb gefilmd. Meen ik. Maar het kan ook in de Nederlandse versie zijn. Zal het niet, zal vanzelf wel tevoorschijn komen. Maar het is dood irritant. Ik startte gisteren de launcher op van Sims 4. Of meteen van de Sims gevraagd dat ik een enquête wilde invullen over het nieuwe deel. Nou, heb ik meteen even mijn minpunten benoemd. Wat ik van het nieuwe pack vind. Onder andere, je hebt die machine dat je dingen kan bouwen. Om de havenklap gaat die stuk. Om de havenklap word je erin getrokken. Waardoor je werk, het progressie van je werk, weer helemaal naar nul brengt. Je krijgt je spullen wel terug, maar niet de tijd dat je eraan besteed hebt. En nog veel meer van dat soort dingen. En dat zijn echt dingen van persoon, niet wat ik gehoord heb, maar echt wat mijn persoonlijk is. Hè? Brand wat eruit breekt. Te vaak. Want sinds dat die brandweer toegevoegd is, waar je 9 van de 10 keer niks aan hebt, omdat je zelf die brand al geblust hebt, en dan kom je zelf een keer. Dat kan je in deze versie van de LP zien. En dan durf je de volgende keer voorzichtig. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb het hele spul gelopen blussen hier al. Dus, en dat de Sims met een brandweerauto moeten aankomen, komen eruit, zoals in de Sims 3. Ja, ik speel ook Sims 3. Niet meer zoveel, maar ik heb het wel. Maar daar heb ik nog geen gameplay van geüpload, denk ik. Want mijn hart ligt toch bij Sims 4. Maar daar kun je in een taxi weggereden worden, bijvoorbeeld. Dat je ergens naartoe wilt. Sims 4, je teleporteert gewoon. Dat zijn de kleine dingen. Wat ze in 3 hebben, moeten ze ook in 4 doen. Oeh, weer Ado. Nee, niet doe. Doe. Dat is je slot? Oh nee. Ze staat er. Oh nee, ze... Jawel, je kan weer van het drinken. Jawel. Je kan weer van het drinken. Doe maar. Hap toe. Ik denk toch dat ik er één donor uit ga halen en dat ben jij. Want ze hebben nog te veel keuze voordat ze aanvallen. Ik ga even kijken hoe dat loopt. Dus ik ga er niet deleten, ik ga er alleen even verhuizen. Bezig met opslaan.
Ja, we hier naartoe, hè? En dan klikken we deze, verhuizen, voor Kat en Hallo, die gaat daar, gaat doe, daar. Zak. Zak. We gaan eens even kijken hoe dat, of die vampieren wat meer happiger worden. Kijk, is het niet zo, dan kan ze weer terugkomen. Ik heb natuurlijk geen echt hekel aan Durbet. En we staan weer allemaal buiten. Ja, we zijn even weg geweest. Woehoe. Oh, kijk, het begint meteen al. En weer aan mij, hè? Ben ik je nummer 1? Er staat er nog eentje aan de overkant. Oh nee, het is avond. En fiets parkeren. Naar voren vallen. Loop even weg. Boem. Hey, pis of ga naar binnen, mens. Ik weet dat ik mag ze niet controleren, maar het is anders verbrand zijn, dat wil ik niet. Oh, ik voel je niet shock komen. Nee. Stop nou. Geen zorgen, gevaar is geweken. Oeh, nog 12 minuutjes. Goed. Jij hebt nou nog dorst. Jij hebt dorst. En jij hebt dorst. Er is aan jou gedronken. En er is aan jou gedronken. Kijk, daarna wordt het spannend. Nee, ze moet terugkomen, want ze hebben er één te weinig nou. Want ze hebben nou, hebben we de twee die honger hebben, ze moeten 24 uur wachten. Oh, dit is misschien wel goed ook. Want ze kunnen toch heel goed hun gemoed oproppen voordat ze aanvallen. Dus, als jij nou even gaat eten. Je kan rustig langslopen, ze kunnen niet meer van je drinken, is pas gebeurd dus. Maar jij, oeh, oh, jij ook. Nee, jij bent ook, toch? Je bent toch ook al gebeten? Ja, 17 uur. En ik 24 uur. Nou, 23 uur nog. Voorzichtig met dat mes, je hebt al zo weinig bloed. Ik ga nog ergens boeken, want ik word er helemaal gestoord van die dingen overal liggen. Oh nee, een doucheputje. Nee, het is nou opgeruimd. Als je het laatst in de bouwen dit ding gehad. Wat eten we? Nep brood, bread, lettuce en tomato. Ik ben altijd nieuwsgierig wat mijn Sims eten. Want meestal is het iets wat ze eten en ik denk van, dan ga ik ook meteen honger, dan moet ik ook meteen eten. Zoals we bijvoorbeeld vleespiesjes eten. Of tosties. Ja, maar gewoon die kaas doet me niks, want dat lust ik niet. Sowieso, kaas in mijn eten? Nee. Ja. Tosti wel. Maar dan wel alleen hele oude kamerkaas. Jonge kaas moet ik helemaal niks van hebben. Oude kaas wel, dat vind ik heerlijk. Tosties maken, oude kaas. Lekker. Ja, ik weet het, Matt. Ik weet het.
Maar voor de rest ziet het er goed uit. Ja, redelijk goed. Hè? Je kan zo meteen douchen als je zou willen, maar het is ook niet echt nodig. Slaap is ook niet echt nodig. Nee, ik wacht even een paar dagen af, 7 dagen af, of ik het terughaal. Ben je nou met de douche aan het praten? Daar hangt geen spiegel hoor. Zover ik weet. Oh nee, dat is iets wat ik heb neergezet. Ik hang nooit spiegels op. Dat zie ik nog niet. Ik pleur een badkamer neer, ik pleur een bed neer. Geen nachtkastjes of een kast of whatever. Als de basisspullen er staan en je kan slapen, is voor mij niet heel goed. Ik kan het niet, als ik die op YouTube kijk, dan mensen die van alles in het huis proppen. En dan denk ik, daar heb ik echt geen zin in. Ja, een soortje aanrijdingen, zeg. Jeetje. Oh god, de zon schijnt. Dan wordt zo meteen het gordijn weer half dicht, dan zie je niet. Het is best nogal donker in dit huis. Het is nacht, dus als je nou naar je bed gaat... Dan heb je weer... Je kan niet koken, volgens mij. Je hebt het zelf gemaakt. Wat is je kookskill in godsnaam? Level 2, bijna level 3. Je kunt niet zo slecht koken. Nou, koken misschien niet je ding. Zou kunnen. En in de volgende aflevering krijgen ze nieuwe bedden. Niet de duurste, want die kan ik niet betalen. Het bed wat ik wil hebben, dat kost 10.000 simoleons per stuk. Maar het is wel een bed met 10, 10, 10. Als ze het aangeleggen zijn, zijn ze zo uitgerust. Maar die mag ik niet kopen, al heb ik het geld. Ik mag 2 bedden kopen, dat ze wat beter uitrusten, want dit duurt wel heel erg lang, eerlijk gezegd. Ja, het waren een paar mooie schilderijen die hier ook hangen. Hey, zij staat op de verpakking. Er zit achter de piano bij het Vampire Pack. Dat is zij. Oh, misschien is het wel leuk om te weten. Sandra is een hybride. Ze is deels alien en deels vampier. Dat had ik helemaal niet. Of is zij dat niet? Jij bent toch die blauwe huid? Ja, ik zie er alleen tegenwoordig maar dat ze veranderd is in dit. Waar is ze? De weg Adal. Change en je gaat even in je duistere vorm weg. Jij bent toch een blauw huidje? Oh nee, jawel. Je bent blauw huidje. Je bent blauw huidje. Ze loopt voorbij. Ze loopt. Oh nee, je kan niet van het drinken. Oh, dat maakt het toch wel spannend. Kijk wat ze dan gaan doen als die vampieren tegen elkaar gevechten. Nee, dat denk ik niet. Hoe gaat het met mijn simmetje? Nog altijd onder de zoden? Ja. Hoe is het met het uitrusten? Ja, het is niet goed hoor. Het is niet goed! Nee, er moet een iets verbeterde bed komen.
iets beter. En dat wordt dan... Hallo Sim. Ah, daar zijn we. Ja, want dit bed, waar staat het? Oh, hier. Dat is 4 en stress is weer, dus je moet minimaal 5 hebben. ...830. 16, nou 3 over. Maar dat is voor morgen. Ja, voor vandaag maar, hè. Simmeland morgen. Oh. Tijd zit erop. Bedankt voor het kijken. En ik zie jou in mijn volgende video. Doei doei!